even, maar het is zover. NEC heeft een hoofdtrainer. Adrie Bogers, die begin vorige week nog als assistent werd aangetrokken, zal dit seizoen optreden als hoofdtrainer van NEC. Een echte verrassing was het niet voor de 52-jarige Brabander. Ik ben er natuurlijk gewoon vrij blanco ingestapt als assistent. Met, in de wetenschap dat de club natuurlijk nog op zoek was naar een hoofdtrainer. Dus Remco heeft me wel op de hoogte gehouden van hoe de gesprekken daarin verliepen. Ze hebben een aantal mensen benaderd die vastlagen of in principe misschien geen interesse in NEC hadden. Blijkbaar uit alle geledingen van de club was er wel een positief gevoel bij mij daarbij. En dat heeft zich vertaald in de kans om hoofdtrainer te worden. Dus zo is het traject eigenlijk verlopen. Men verwacht een trainer van buitenaf. En men kent het verhaal erachter nog niet, omdat ik dat nu pas sta te vertellen. En als het goed is, wil men op de langere termijn een stabiele Eredivisieclub worden. Wij zijn aan het bouwen. En dat doen we met mensen waar wij 200% vertrouwen in hebben. En intern hebben we die. En aan de buitenkant hebben we niet het puzzelstukje gevonden die paste in het in eerste instantie opgestelde profiel. Dus dan ga je met je eigen mensen verder. Volgens mij is het niet het meest gangbare scenario. Uiteindelijk als ik het verhaal hoor zoals Remco het verwoord heeft, dan is het op zich een vrij logisch verhaal. Ja, iemand van binnenuit waar hij het vertrouwen in heeft, dat uiteindelijk dan zo ontstaat. Er zijn zoveel trainers in de markt. Alleen ik heb geen zin in een korte termijn trainer die ons wel even kampioen gaat maken. Hè. Dat wordt dan gezegd vanuit een achterban of vanuit, en dat snap ik, want we willen terug naar de Eredivisie. Alleen we zijn hier om de club op lange termijn stabiel te maken met de plannen die we hebben. En dan kies je voor trainers die daarbij passen. En als die niet beschikbaar zijn, dan wijk ik niet af van mijn plan. Daar ben ik niet de persoon voor. Er zal niet opnieuw een assistent-trainer worden aangenomen. Wel gaan we een fulltime teammanager toevoegen aan de groep. Die vooral in de sociale begeleiding van de spelers, de randvoorwaardelijke begeleiding van de spelers, die daar een hele belangrijke rol in gaat vervullen. En gedurende een trainingsweek zullen we een aantal specialisten invullen die aan de slag gaan met de persoonlijke ontwikkelingsplannen van spelers. Dus daar gaan we de centjes in investeren. En dat is ook wel Jupiler League, er komen ook altijd tegenvallers. Dus het is soms ook wel goed om de hand op de knip te houden. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.